2013 introduceert Rosa het nieuwe Super King Frame. In de E-variant die je hierachter ziet, is de eerste variant die de Campagnolo EPS volledig in het frame verwerkt. Niet alleen zie je de batterij dus niet meer aan de buitenkant en is de kabeldover volledig intern, maar de batterij is daadwerkelijk in de onderzijde bij de bracket verwerkt, waardoor die optisch en esthetisch nog mooier wordt. Naast de E-variant zie je ook de SR-variant en de R-variant terugkomen die geschikt zijn voor het mechanische geroepen.